Ajax betekent voor mij heel veel. Misschien wel een tweede thuis. Ik heb heel veel geleerd hier en ja, niet alleen voetballend gebied, maar ook mijn persoonlijkheid gevormd. Nu mijn vader weg is bij de club, voelt het hetzelfde. We hebben een hele goede band samen, maar nu die weg is, ja, ik voel me nog steeds hetzelfde. Er is niks veranderd. De trainer betekent voor mij heel veel. Hij heeft me op de momenten dat ik toch even niet lekker draai, toch weer durven te brengen. En ja, het vertrouwen heeft hij me steeds weer teruggegeven. En daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. En ja, hij heeft me ook gesmaakt tot de speler die ik nu ben. This won't solve, it just moves. Always finds its way to you. But you won't be hearing it from me. Ik heb een lastige start gehad en ik zit nu op mijn plek. You just don't see it right. You have grown different eyes. You see you cannot fight the things that don't exist. Wat Ajax publiek betekent voor mij? Dat is moeilijk. Ze hebben me pijn gedaan. Ze hebben me... vind ik niet echt gesteund op de momenten dat het nodig was. Dat raakt me, omdat ik vind dat ik eigenlijk altijd wel mijn best doe en alles geef voor de club. En ook omdat ik een echte Ajax-ziek ben. En ook al zijn spelers bij Ajax dat minder, zouden ze nog hun eigen spelers niet uit moeten fluiten, vind ik. Dat deed zeer. Ja, het is top om hier te spelen en er is maar eigenlijk één club in Nederland ja, waar ik zou willen spelen en dat is Ajax.